Thomas heeft ook al eens een keer 36-23 gereden. Maar officieel is dit dus ook een nieuw wereldrecord. We gaan naar rit nummer 5. Waar we een Japanner tegenkomen die we niet te vaak zien. Yasumitsu Kanehama. Die voor een verrassing kan zorgen. En dit, ik wil bijna zeggen beest van een schaper. Dit is Igor Zhelezovskiy. De man van 1,90 meter. Die zoveel moeite heeft met de bocht. Kanehama is 24 jaar. Ook vrij lang voor een Japanner, 1,82. Zhelezovskiy is eveneens 24. Meester van de sport in de Sovjet-Unie en komt uit Minsk. U hoort waarschijnlijk dat er gevraagd wordt of het publiek zich wil onthouden van het gebruiken van flitslichten bij de start. Omdat dat lastig kan zijn. Kanehama tegen Zhelezovskiy, snelste tijd Uwe Jensmaai, 36-45. En die Zhelezovskiy pikt meteen een metertje mee. Zhelezovskiy's snelste tijd ooit is 36-49. Kanehama 37-12. Zhelezovskiy 9-76. Dat is de gelijke tijd aan die van Mai. Maar Zhelezovskiy straks naar die binnenbocht toe. Let u op. Hij loopt nu in op de Japanner. Kanehama kan daar niet tegen. Tegen die klappen. Maar dan. Wat doet Zhelezovskiy met zijn techniek? Dit gaat goed. Hij verkort die pas. Dat gaat goed. En dan. Ja, dag. Het is te veel wat die Russen hebben. Die kracht kunnen ze niet in techniek opzetten. Zhelezovskiy zijn eindtijd. 36-94. 35-25 pardon, is de tijd voor Kanehama. Ziet u, het kon niet in december. Ze hebben er heel lang op getraind, die Russen, om dat onder de knie te krijgen. Hij versnelt zijn stap al, want over het algemeen doet hij dat iets trager. Maar dan vliegt hij die bocht uit. En hier weet hij het. Mai 1, Ikema 2, Kuroiwa 3. Nog eens een keer die stappen van Zhelezovskiy. Het dreunt ze als het ware door het kunstijs heen. Stopt er nog een blokje weg.